ben projectleider bij het kindcentrum Sluitersveld. En we staan hier op de school Het Letterveld. En we hebben hier een project Jong Leren in het Verkeer. En dat is een verkeersproject voor kinderen van 2 tot 6 jaar. En die leren in een veilige omgeving deel te nemen aan het verkeer. Eerst in de klas, dan op het plein en straks met papa en mama op straat. En voor welke kinderen geldt dit speciaal? Dit geldt voor kinderen van kinderopvang, peuteropvang en de vroegschool. Dus de basisschool, de groepen 1 en 2. Dus kinderen van 2 tot 6 kunnen al een beetje kennis maken met hoe het in het echte verkeer gaat. Ja, en dat kan met op de step of met een loopfiets of op de echte fiets als ze al kunnen fietsen. En ze doen dat met een zebrapad en met een stoplicht op het plein. En zo oefenen ze de situaties in het verkeer. En er zijn heel wat kinderen die er aan deelnemen. Hoeveel kinderen gaat het vanmorgen om? Het gaat om, dat zal ongeveer zo'n 150 kinderen zijn. Dus de kinderen die nu bij het kinderdagverblijf zitten, de peuteropvang en de groepen 1 en 2 van het Letterveld. Dus een heleboel kinderen mogen vandaag extra verkeerslessen proeven, zeg maar. Ja. Nou, bedankt voor je deelname. Ja, graag gedaan. I want to ride my bicycle. I want to ride